een heel goede avond. We gaan vandaag een 100 jaar terug in de tijd voor het portret van een Belgische held uit de Belle Époque, Jan Olieslagers. Hij begon als wielrenner, maar dat ging hem niet snel genoeg. Hij was de eerste mens ter wereld die 100 km per uur haalde op een motorfiets. Ook in de luchtvaart was hij een pionier. Hij kocht in 1909 al een vliegtuig en hij vestigde daarmee in 4 jaar tijd 7 wereldrecords. Hoogte, afstand en vluchttijd. Op meetings in binnen- en buitenland stal hij de show als luchtacrobaat. De volksjongen uit het Schipperskwartier mocht zelfs koning Albert I tot zijn bewonderaars rekenen. Tijdens de Grote Oorlog bood Olieslagers, of de Antwerpse Duivel zoals hij genoemd werd, vrijwillig zijn diensten aan bij het leger. Hij vocht naar schatting bijna 100 luchtduels uit, in een tijd dat piloten zelden ouder werden dan 25. Hij viel bij zijn eerste gevecht het vijandelijke toestel zelfs gewoon aan met een pistool. Jan zonder vrees was in het begin van de vorige eeuw een fenomeen, in Antwerpen en ver daarbuiten. Een icoon met een internationale uitstraling. Na zijn carrière als avonturier zette hij nog zijn schouders onder de oprichting van de luchthaven in Deurne. Wij vertellen vanavond de hele historie van de onverschrokken Antwerpse duivel, Jan Olieslagers. Jan Olieslagers in België, Blériot in Frankrijk, dat zijn voor mij de voorlopers van wat er nu gebeurt met de ruimtevaart. Jan Olieslagers, dat was een held, dat was een evenement, dat was een gebeurtenis. Mijn vader was een jongen die altijd vooruit was. Jan is altijd nogal moedig geweest. Heeft zich direct op een tweede vlucht gestort. Ik begon te wenen. Ik dacht, die mens gaat vallen. In de eerste helft van de vorige eeuw was Jan Olieslagers beroemd, wereldberoemd, als motorrijder, vliegtuigpionier, oorlogspiloot en volksheld. Maar vandaag is de legendarische Antwerpse duivel zo goed als vergeten. Jan Olieslagers wordt geboren op 14 mei 1883 in een van de oudste en armste volkswijken van Antwerpen. Vlakbij het Vleeshuis in het huidige Schipperskwartier woont het gezin Olieslagers in een huisje met 2 kamers. Wel, Jan Olieslagers, dat was werkelijk een echte Antwerpse volksjongen. Hij kwam uit een groot gezin van 6 kinderen. Vader was werkzaam aan havenwerken. Moeder die leurde met vis om het huishouden te kunnen rechthouden, woonde in een zeer klein huisje en hadden totaal geen luxe of wat ook. Vader Leonard Olieslagers werkt als arbeider mee aan het rechten van de Scheldeoevers. Jans kinderjaren spelen zich dan ook rond de haven af. De havenbuurt was voor de kleine Jan en zijn kameraden een ideale plek om te vertoeven en op te groeien en qua jongenstreken uit te halen. Hij komt daar ook in contact met de moderne technieken van die moment. Wel, hij moet in ieder geval beïnvloed zijn geweest door mechanica meer. Want in die tijd, toen hij jong was, kwamen er nieuwe kranen. De schepen die veranderden daar gaandeweg ook in zuiver stoomschepen. Er zijn stilaan tractoren gekomen. De fiets was op dat ogenblik schering en inslag aan het worden, nietwaar? Dus hij moet daar zeker een invloed van ondergaan hebben. In de jongensgemeenteschool nummer 4 leert Jan Olieslagers lezen en rekenen. Maar de jongen moet na de dood van zijn vader al snel de school verlaten. In 1894 kwam vader Olieslagers te overlijden. Jan was toen 11 jaar en voelde zich eigenlijk verplicht om dan te gaan werken, om zo de familie te kunnen onderhouden. Hij is begonnen met te werken bij scheepsherstellers. Hij zat daar midden in de haven. Dat was ook een plek waar dat veel werk was op die moment. Maar al vlug bleek dat de dagen wel heel lang waren, maar de verdiensten niet in verhouding. En Jan heeft toen ook een bijjob gaan zoeken en is terechtgekomen bij een fietsenmaker in Antwerpen. Door het werk aan de fietsen komt Jan in de ban van de mechaniek. Al snel wil hij meer. Als zijn baas weg was, leerde hem velo rijden. Maar dat was in de kelder. Zoveel plaats had hij niet. En hij is dus een acrobaat op 2 wielen geworden. Hij mocht
van zijn baas de nieuwe rijwielen naar de cliënt toe, maar te voet. En hij sprong op die fiets. Ja, dat was hoe moet ik zeggen, hij kon dat niet meer staan. Hij moest op die fiets, hij sprong erop. Hij trapte gelijk in een droom. In 1895 gaat Jan als hersteller aan de slag bij fietsenfabrikant Mercury. Zo kan hij met de renners mee naar de velodrooms, want wielrennen is op dat ogenblik een sport geworden. Ik denk dat Jan ertoe gekomen is om zelf aan competitie te doen met het sleutelen aan de fietsen op de velodromen van Zurenborg. Hij was tenslotte in dienst van een fietsenmaker, werd zeer bedreven in het sleutelen en het repareren van fietsen. Maar natuurlijk keek hij die kat uit de boom en trachtte hij er ook opgenomen te worden in die teams die met die fietsen reden. Zo komt hij in contact met Sylvain de Jong. Sylvain de Jong is op die moment baas van Minerva, de fietsenfabriek Minerva. En Jan maakt ook al snel de overstap van de fietsenmaker waar hij op die moment werkt naar Minerva toe. Van Sylvain de Jong krijgt Jan Olieslagers een racefiets. Jan neemt zelf deel aan wielerwedstrijden, maar dat wordt geen groot succes. Jan heeft vooral kleine lokale wedstrijden gereden. Voor Jan was eigenlijk de prestatie zijn wedstrijd in Ieper. Zijn wedstrijd, waar hij dan ergens toch van Antwerpen met de fiets erin gegaan is, daar deelgenomen, teruggekomen met de fiets. Dat was zijn grootste wedstrijd die hij gereden heeft. Hij heeft geen enkele wedstrijd gewonnen als wielrenner, omdat hij gewoon te jong was op die periode. In 1901 worden in ons land de eerste motorfietsen geïntroduceerd. Autofabrikant Minerva besluit ook motorfietsen te maken. Maar het monteren van een motor op een Minerva-fiets is aanvankelijk geen groot succes. Bij de eerste opstart van Minerva kwam men daar in problemen. Men kreeg die motor niet op gang. En Jan, met zijn natuurlijke drang naar mechaniek, wilde daar een aantal verbeteringen op aanbrengen. Zeer tegen de zin van de aanwezige ingenieurs van Minerva, die allemaal dachten dat zij het wel beter wisten dan Jan. Nu, uiteindelijk heeft op aandringen van Sylvain de Jong, heeft men dan toch toegepast wat Jan hen vertelde en is men erin geslaagd om die eerste motorfiets aan de gang te krijgen. Jan Olieslagers test al snel alle Minerva-motoren. Als het bedrijf een filiaal opricht in Parijs, wordt hij als vertegenwoordiger naar Frankrijk gestuurd. Maar Jan is ongelukkig in de lichtstad. Bij zijn aankomst in Parijs bleek dat het leven in de Franse hoofdstad niet hetzelfde is als leven in Antwerpen. Het was er veel duurder. Mensen waren daar ook helemaal anders. En Jan zag dat daar eigenlijk niet zitten. En hij heeft Minerva gecontacteerd, opslag gevraagd. En Minerva heeft zijn contacten in Frankrijk verdubbeld, zodanig dat hij meer inkomsten had. En ook voor hem een motorfiets geconstrueerd die zou opgestuurd worden om te kunnen deelnemen aan wedstrijden in Frankrijk. Op zijn 19e neemt Jan deel aan Parijs-Bordeaux-Parijs. Op dat moment het officieuze wereldkampioenschap motorrijden. Jan heeft daar een enorme prestatie geleverd. Hij is in de oprit naar Bordeaux toe, had hij de leiding. En zijn voornaamste tegenstrever is op een bepaald ogenblik daar ten val gekomen. Hij is gestopt, hij heeft al de anderen laten voorgaan en is begonnen met de jongen die dus ten val gekomen was met die te verplegen. Mijn vader was ook een mens die met de anderen meevoelde. En die, als hem die mannen zag liggen op de zij van de weg, moest hem die helpen. Hij kon niet verder zonder te helpen. Dat heeft een grote indruk gemaakt op de Franse bevolking. Jan is als algemeen winnaar van die wedstrijd heen en terug in Parijs stormachtig bejubeld. En heeft hij er alle prijzen gekregen die maar denkbaar waren en werd hij op handen rondgedragen en zo meer. Dat is werkelijk een van zijn highlights geweest in zijn ganse carrière. Olieslagers stapelde triomfen op in heel Frankrijk. Dat levert hem een legendarische bijnaam op. De motorfietsen uit die tijd maakten nogal veel kabaal en veel rook. En aangezien Jan nogal een durval was en eigenlijk niet heel groot van gestalte en meer op een duvelke uit een doosje leek, is men hem in Frankrijk Le Démon en Versois gaan noemen. Een naam die uiteindelijk overgenomen is
door de Antwerpse bevolking en wij kennen hem nu nog altijd als de Antwerpse duivel. Op 1 september 1904 vestigt Olieslagers in Oostende 4 wereldrecords. De Antwerpse volksjongen wordt ook internationaal een legende. Een der bijzonderste koersen van dit jaar was voorzeker die der Circuit des Ardennes, waarvoor ik op Minerva Fabrieken een 7-tal koersmachines werden gemaakt. Aan het vertrek had ik nummer 1 en nam ook tijd van de snelste ronde op mijn actief. Hij is in 1904 beginnen motorrijden en heeft bijna al zijn koersen gewonnen. En er was geen oogpunt bij gemoeid. Hè. Dat was voor hem iets natuurlijk, de eerste zijn. Ik denk dat bij Jan Olieslagers ook de bedoeling was dat hij nooit meer wou meemaken wat hij in zijn prille jeugd had meegemaakt. Die vorm van armoede, dat hij die absoluut wou ontgrooien en van zich afzetten. In het begin van de 20e eeuw duikt een revolutionair nieuw transportmiddel op, het vliegtuig. In Issy-les-Moulineaux, in de buurt van Parijs, zijn pioniers als Louis Blériot en Henri Santos Dumont al enkele jaren bezig met de verovering van het luchtruim. Ook Jan Olieslagers is sterk geïnteresseerd in de bizarre nieuwe machines. Tijdens zijn verblijf in Parijs wordt Jan werkelijk geïmponeerd door het exploten van Santos Dumont en anderen die daar bedrijvig waren en die voornamelijk op dat vliegveld van Issy-les-Moulineaux trainden. En dat waren nu toevallig allemaal kerels die hij kende, want dat waren ook allemaal motorrenners geweest. Dus hij was al onmiddellijk geïntroduceerd en hij was een naam. Hij heeft die mensen gezegd dat hij de bedoeling had om zich ook te bekwamen in het vliegen. Hij is daar onmiddellijk bijgesprongen door Santos Dumont. Die heeft hem zelf voorgesteld van een vliegtuig te kopen, dat hij te koop had eventueel. Maar Jan die kon dat zich niet permitteren, nog niet. En wat heeft Jan dan gedaan? Hij is bij zijn besluit gebleven om over te stappen naar het vliegwezen, zodanig, naar de vliegtuigen. En hij is terug gaan motorrijden overal in Europa. Hij heeft die geld mee verdiend dat hem in staat stelde om een vliegtuig aan te kopen. In die periode was luchtvaart niet weggelegd voor de eerste de beste. Het was vallen en opstaan. Hè. Er werd je gezegd van daar staat het stuur, dit is de gashendel en als je trekt ga je omhoog en als je duwt kom je naar beneden. En dat was het dan. Stap in en vertrek. Jan heeft het dan ook gedaan. Hij heeft daar een eerste luchtsprong gemaakt van een 5-tal meter. En heeft in paniek zijn motor afgezet en is terug veilig geland. Dus we mogen ervan uitgaan dat het een geslaagde eerste vlucht was. Hij beheerste echter niet de aerodynamica begrippen. Hij kon niet begrijpen, nietwaar, dat men om een bocht te maken met een vliegtuig, dat men daar twee handelingen moest vooruitvoeren onder meer. Dat ging er bij hem niet in. Maar hij beheerste wel, nietwaar. Hij had geen schrik om ermee te vliegen. En hij wou het absoluut zich eigen maken. Jan was een beetje overmoedig. Heeft zich direct op een tweede vlucht gestort die minder gelukkig is afgelopen. Hij heeft daar met een van zijn vleugels de grond geraakt. Die vleugel is gebroken en het toestel was al beschadigd en diende terug hersteld te worden. In 1909 vindt in Antwerpen de eerste luchtvaartmeeting plaats. Vliegen is in België nog totaal onbekend. Er komen dan ook 70.000 nieuwsgierigen op af. Voor de mensen van 1909 was vliegen iets ongewoons. Zij hadden dat niet meegemaakt en zij kwamen dus in grote aantallen afgezakt naar de Wildekse plein. Het enige dat een beetje achterwege bleef, was het weer. Het was vrij slecht weer. Het was ook al laat op het jaar om nog zoiets te organiseren. En de eerste dagen is daar eigenlijk weinig of niet gevlogen. Zelfs geen moeite gedaan. De aanwezige piloten, waaronder de Katers en de Fransman Rougier, durven gewoon niet de lucht in. Jan Olieslagers die is ondanks het uithangen van de zwarte vlag en ondanks het ontraden van al zijn collega's vliegers, heeft hij toch de mensen niet willen teleurstellen en heeft hij een circuit rond het terrein gemaakt. Hij wou absoluut de Antwerpse bevolking tonen dat hij in staat was om dat te doen.
De Antwerpse Duivel is de enige piloot die erin slaagt om ondanks het slechte weer op te stijgen. Zijn vlucht duurt wel geteld 8 minuten. Op de grond houden de duizenden aanwezigen de adem in. De meesten onder hen begrijpen niet dat Jans vliegtuig de wetten van de zwaartekracht kan trotseren. Een man die voor de eerste keer in de lucht vloog, dat is toch een held. Ja, daarmee kwam er zoveel volk naar de plein. Ik ook, ik kwam ook zien. Mijn vader ook nog mensen, maar ik stond alleen als ze vertrok. En jij de kerel draaien rond zo'n vliegtuig geweest. Zo rond geweest. Voordat hij erin stapte. Dat zal wel eens nagezien hebben, denk ik. Hè. En hij is erin gestapt en hij gewaaid. En wij ook. Jan Oris Lagos was graag gezien. En iedereen riep als ze vertrok. Dag Jan. Dag Jan. Ik heb dat ook geroepen. Dan heb ik hem zien opstijgen. Ik heb hem gevolgd zolang dat ik hem kunnen zien. Het was op de duur nog een duif. En dan zit ik van de plein alweer in de gegaan. Ik dacht, die gaat vallen. Dat is niet gevallen. Olie Slagers wil zich verder bekwamen in het vliegen. Maar in België staat de winter voor de deur en dus trekt Jan naar Algerije. Hij maakt er de eerste vlucht op het Afrikaanse continent. Op het Afrikaanse continent, in Oran, heeft Olie Slagers op een bepaald ogenblik een race gedaan met een trein. Maar met die race met die trein had hij rekening gehouden dat er ook telefoonkabels waren, telegraafkabels meer bepaald. En hij is in aanraking gekomen met zijn linkervleugel, met zijn bakboordvleugel, met een draad van die telegraaf en is neergestort. Het vliegtuig is in brand gevlogen. En hij heeft er zijn grote snor in gelaten. Die is mee opgebrand. Die Arabische boeren kwamen aangelopen. Die hadden die vogel zien vliegen en dan neergestort. En ze kwamen met rieken voor die vogel te doden. Want ze vonden dat iets verschrikkelijk, zoiets dat uit de hemel was gevallen. Zo'n grote vogel, wilden ze zien wat dat was en ze wilden die doden. Het is een chance dat er iemand is aangelopen die Arabisch kon. Want anders hadden ze misschien afgemaakt, ik weet niet. Ja, hij heeft er niet heel gelukkig geweest op die moment. Olie Slagers wordt over heel Europa gevraagd om zijn vliegkunsten te demonstreren. En hij blijkt een even goede piloot als motorrijder te zijn. Jan wordt letterlijk wereldberoemd. Jan Olie Slagers die heeft een aantal wereldrecords gebroken. Hij heeft onder meer het hoogterecord vliegen heeft hij gebroken. Afstandsvliegen, dat heeft hij ook een wereldrecord in gehaald. Hij heeft dan dat hoogterecord gevestigd in de Champagne-streek in Reims. En hij is dan daaruit bundig voor gevierd geworden in Antwerpen. Die keizerlei die stond zwart zo schijnt van volk. De fanfare waren vrienden, waren erbij. Mensen met bloemen. We konden niet overzien. Enfin, mijn vader was zeer aangedaan door die ontvangst die hem niet verwachtte. Dat was heel onverwacht. En dan gingen ze met de auto van de statie naar Hotel Wagner. En die rit heeft 20 minuten geduurd. Hetgeen dat je gewoon ook op nog in 5 minuten doet, dat was 20 minuten dat ze daar waren. Ze konden niet vooruit van volk en iedereen strooide bloemen af. Hè. Dat was iets dat nooit meer gebeurd is. Naar mijn gevoelen kreeg Jan Olie Slagers na Rubbes, dat altijd de ambassadeur van Antwerpen genoemd is, kreeg Jan Olie Slagers die nog meer eer dan dat ooit Rubbes gekregen heeft. Er zijn nooit, naar het werk van Rubbes, zijn er nooit gelijktijdig, nietwaar, 30.000, 40.000 mensen komen kijken. Men heeft Rubbes ook nooit met stoeten bedacht. In 1910 staat Olie Slagers op het toppunt van zijn roem. Er worden toneelstukken, boeken en liedjes over en voor deze volksjongen uit het Schipperskwartier geschreven. Het was zo dat in Antwerpen, bij carnavalstoeten,
dat men zich in Jan Olieslagers verkleedde, dat men een pet achterwaarts opzette, dat men een vliegersbeul opzette, dat men een leren jas aandeed en dat men zo niet waar zich carnavalesk kleedde. Dat was niet bedoeld als spot, maar dat was omdat dat zo populair was. Je had een donkere patsoep, een ronde. En er waren twee dingen aan en die waren hier onder zijn kin vast. En dan zat ik de volgende dag greef gedaan en ik heb die nagemaakt. Ik denk, men kan dezelfde. En dan heb ik hem nog voor andere mensen om te maken. Die dat volgen vroegen. Kunnen voor mij geen pots maken van Jan Olieslager. Ja, en ik heb er ook mee verdiend. Ik was modist. Niet alleen de gewone man is onder de indruk van de prestaties van de Antwerpse duivel. Ook koning Albert I, zelf een snelheidsduivel, betoont een bijzondere interesse voor olieslagers. Op de vliegmeeting van Stockel ontmoeten de vorst en de vlieger elkaar voor het eerst. Jan zat uiteraard nooit lang stil. En na zijn uitbundige viering in Antwerpen begaf hij zich 14 dagen later al naar Brussel, waar de vlieg 14-daagse van Stockel werden georganiseerd. Nu, Jan was daar aanwezig en kreeg daar bezoek van koning Albert. En tijdens het gesprek liet de koning verstaan dat hij het wel zou waarderen indien Jan het zou waarmaken om de beker die de vorst geschonken had in de wacht te slepen. Nu, Jan repliceerde daarop dat hij daarvoor drie toestellen had meegebracht. Eén voor Jan Olieslagers, één voor de Antwerpse duivel en één voor hemzelf. De koning repliceerde daarop tegen Jan dat wie van de drie ook die beker in de wacht zou slepen, dan hoopte dat de twee anderen daar niet te jaloers zouden op worden. Waarop Jan weer heel guitig uit de hoek kwam en zei van daar zullen zij geen tijd voor hebben, want zij zullen te druk bezig zijn met de andere prijzen in de wacht te slepen. Jan is niet alleen populair in eigen land, hij bezoekt vliegmeetings in heel Europa. In de zomer van 1910 vragen enkele Nederlandse organisatoren of hij ook bij hen demonstratievluchten wil geven. Jan Olieslagers is dan op een bepaald ogenblik aangezocht geworden door groepen Nederlanders om daar ook zijn kunnen te tonen aan de Nederlandse bevolking. Men had daar ook nog geen vliegtuigen gezien, men had ook niemand die vloog. Dus Jan Olieslagers was de aangewezen man, als Vlaming dan vooral, om naar daar te komen en daar het vliegen te demonstreren. Maar die man die werd daar zo aanbeden dat hij er maandenlang gebleven is en van de ene stad naar de andere, heeft 9 grote steden, heeft hij daar gedaan. De cabaretiers in de cabarets die maakten liedjes over Jan Olieslagers. De bloemenkwekers die gaven namen van tulpen en de kinderen die hadden liedjes waarbij dat zij in touwtjes sprongen op teksten van Jan Olieslagers. Als Olieslagers dood is, dan krijgen wij misschien de helft van zijn centen en ook zijn vliegmachine. En dat was algemeen verbreid in gans Nederland. Ik zou durven zeggen dat hij daar nog meer succes had dan hier in Antwerpen. Voor onze noorderburen is Jan de belichaming van de luchtvaart. Hij krijgt er zelfs de bijnaam de Nederlandse vliegmens. Er zijn olieslagers postkaarten en in Amsterdam wordt een straat naar hem genoemd. Het was ook zo dat Jan veel belangstelling had in die periode bij de vrouwen. De vrouwen, vooral de vrouwen van de inrichters en zo, omdat ergens Jan was een hoffelijke kerel. Kreeg een krans, pakte een bloempje eruit en gaf die aan die vrouwen. Het Jan was gewoon een vedet. Door zijn buitenlandse successen vergaart Jan Olieslagers geld en glorie. De Antwerpse duivel wordt nu ook door de bourgeoisie omarmd. Hij komt terecht in een voor hem tot dan onbekende wereld. Door het behalen van al die prijzen had Jan zichzelf weten een status op te bouwen. Hij zat nu in een bepaalde laag van de bevolking, was de volksjongen ontgroeid. Wat niet wil zeggen dat hij neerkeek op zijn afkomst. Maar hij verkeerde nu in andere kringen, werd regelmatig uitgenodigd. De bourgeoisie in Antwerpen had de gewoonte van regelmatig feesten te geven. En Jan werd daar dan ook gretig op uitgenodigd om daar zijn wedervaren te komen vertellen en deel te nemen aan die recepties en banketten. Jan Olieslagers is de eerste geweest die als self-made man, als gewone
gewone werkman, als dusdanig, om het zo te noemen, daar toegang heeft gekregen. Die had een speciale mentaliteit. Dus wat de eerste Belgische vlieger, Ballon de Katers, die had de gewoonte om zijn sigaren aan te steken met een briefje van 100 frank in die tijd. Ook was telke malen, wanneer er een geslaagde landing plaats had van een vliegtuig, dan riep men champagne. En dan kwamen de obers, die kwamen het terrein op met grote plateaus met champagne. En werd er overal champagne aan de genodigden uitgedeeld en werd er gedronken op elke geslaagde landing. Begin 1913 is de luchtvaart over heel Europa verspreid. De publieke belangstelling gaat niet langer naar de pioniers, maar naar de luchtacrobaten. Op een internationale meeting ziet Olieslagers iets wat hij nog nooit gezien heeft. Tijdens een demonstratie in Frankrijk maakte ik kennis met de Fransman Pegou, die meer luchtacrobatie doet dan wat Jan tot op die moment gewoon is. De man die springt onder andere tijdens de vlucht uit zijn toestel met een parachute. Het toestel landt zichzelf. De man komt gezond en wel terug op de grond terecht. En Jan besluit daaruit dat er meer mogelijk is met een vliegtuig dan wat men tot op die moment gedaan heeft. Hij krijgt daar een uitleg van de Fransman over het maken van loopings. En Jan gaat dat voor zichzelf proberen en met veel succes. Tijdens de meeting van Parijs maakt Jan 3 opeenvolgende loopings. Onder het publiek bevinden zich Louis Blériot en de Britse minister Winston Churchill. Maar niet alleen in Engeland is men in Jan geïnteresseerd. Op een bepaald ogenblik krijgt men het nieuws in Duitsland over al die exploten van Jan Olieslagers. Ze hebben daar wel vliegers, maar ze hebben nog nooit iemand gezien die die loopings kan draaien zoals Jan Olieslagers. Maar Jan Olieslagers die had het zo druk op dat ogenblik dat hij zegt: ik kan onmogelijk naar Berlijn komen, want dat is een hele reis voor mij. En erop antwoordde dat Duits comité: dat is niks. Wij zullen dan wel komen op ons beurt naar jou. En dan kunnen we daar wel afspreken. En 8 dagen later stonden ze hier, maar met duizenden. Op 28 juni 1914 wordt de Oostenrijkse troonopvolger aartshertog Frans Ferdinand vermoord. Het is het startschot voor de Eerste Wereldoorlog. Op 4 augustus valt het Duitse leger België binnen. Jan Olieslagers reageert onmiddellijk. Hij stuurt onmiddellijk een telegram naar de minister van Oorlog, zoals men die toen nog noemde, meneer de Brockeville. En hij schrijft daarin: suis à la disposition de mon roi, de la patrie, avec mes avions, mes automobiles et mon personnel. Dus Jan Olieslagers die stelt zich met al zijn mensen, met zijn mechaniekers, met zijn 2 broers, met 2 Minervas, alles ter waarde in goudfrank in die tijd van 50.000 frank, stelt zich ter beschikking van zijn vaderland. Als geen ander beseft Olieslagers het militaire nut van vliegtuigen. Ook enkele andere luchtvaartpioniers melden zich als vrijwilligers. De legerleiding is terughoudend, maar richt toch een apart escadron op voor burgerpiloten. Les états-majors militaires ne savaient pas exactement ce que l'on allait faire de cette nouvelle arme qu'était l'aviation. Mais on a pensé assez rapidement au vol de reconnaissance. Et ces pilotes civils qui avaient une grande expérience de pilote, qui avaient l'habitude de voler par des temps peut-être un petit peu plus difficiles que ceux que connaissaient les militaires, ont servi de premiers aviateurs de reconnaissance. Het blijft voorlopig bij verkenningsvluchten, want ook de vijand zet burgerpiloten in voor observaties. Hoog in de lucht ontmoeten Olieslagers en de andere pioniers hun oude vrienden uit de internationale vliegmeetings. Ik denk dat de meeste mensen zich een verkeerd begrip maken van de luchtoorlog van de Eerste Wereldoorlog als dusdanig. Het is zo dat in de beginnen, wanneer dat die vliegers allemaal op het appel gekomen zijn, dat waren allemaal vrienden van elkaar. De Duitsers waren vrienden van de Belgen. Jan Olieslagers die kende allemaal die kerels, zoals Van Richthoven, zoals Anders, zoals Geuring, zoals allemaal. Dat was natuurlijk niet naar de zin van de legerleiding. Très vite, on se rend compte qu'il y a peut-être moyen d'aller au combat avec cette nouvelle arme qu'est l'aviation, et on essaye d'armer les avions. Les premiers vols se font avec des pistolets. À l'initiative des aviateurs eux-mêmes. Bon, un pistolet, ça ne sert pratiquement à rien en vol. Et puis on emporte
un mousqueton de cavalerie qui a déjà une portée plus grande. Et puis on imagine de créer des armes nouvelles. Les premières bombes de l'aviation de 1914, ce sont de simples obus d'artillerie auxquels on joint un empennage pour un petit peu les guider dans leur chute. Et évidemment, lorsque ça touche le sol, lorsque ça touche l'objectif ou tout près de l'objectif, l'explosion cause des dégâts considérables, comme un obus d'artillerie classique, bien entendu. Et les aviateurs en prennent quelques-uns qu'ils jettent simplement par-dessus bord en essayant d'être à peu près au-dessus de l'objectif visé. Ça, ce sont vraiment les débuts de la guerre. Ook burgerpiloten worden nu bewapend en ingezet bij de oorlogsvoering. Al bij de eerste luchtduels weet Jan Olieslagers zich te onderscheiden. Zijn luchtgevechten halen bijna dagelijks de oorlogskranten en zijn goed voor het moreel van troepen en bevolking. Jan Olieslagers heeft op een bepaald ogenblik, niet waar, heeft hij met zijn Browning-pistool een Naviatic uit de lucht geschoten. Later heeft hij dan met het Lewis machinegeweer heeft hij er verschillende neergehaald en heeft hij dan nog verbeteringen aangebracht die zijn overgenomen geworden door al de geallieerde legers van het schieten door de schroef. Jan Olieslagers est crédité officiellement de 6 victoires aériennes. On peut cependant raisonnablement penser qu'en ajoutant à cela des avions qui n'ont pas été homologués, des avions qu'il a forcés à atterrir, des aviateurs ennemis qu'il a blessés, il a probablement abattu 10 avions ennemis au cours de sa carrière de pilote militaire. Ook koning Albert I volgt de uitzonderlijke prestaties van Olieslagers van nabij. In 1915 beloont hij hem met het kruis van ridder in de Leopoldsorde en een promotie tot onderluitenant. Maar dat wekt de jaloezie op van een groot deel van de officieren. En dat laten ze duidelijk merken. Hij is aanhoudend door bepaalde officieren is hij vernederd geworden. Maar dat is eerst al begonnen wanneer dat hij door koning Albert als onderofficier gedecoreerd werd met de Leopoldsorde. Iets dat maar alleen een officier mocht gegeven worden. Daar is enorme commentaar op gekomen en zijn onmiddellijke overste, luitenant Hagemans, die heeft toen gezegd: nu dat je dat gekregen hebt, nu heb je alles gehad wat je kon krijgen, nu wordt het tijd dat je opstapt en dat je afstapt uit het leger, niet waar, we hebben u hier niet meer nodig. Comme d'autres civils ayant combattu pendant la Première Guerre mondiale, Olieslagers a certainement été très déçu du peu de considération finalement que l'armée faisait de lui alors qu'il avait combattu si vaillamment et en prenant autant de risques pendant 4 ans de guerre. On lui avait promis le grade de capitaine et puis, contrairement à ce qu'on lui avait promis, il a vite compris qu'il fallait attendre un avancement normal, 4 ou 5 ans, et ça l'a complètement dégoûté de la vie militaire et des usages en cette matière. Et il a quitté l'armée certainement assez aigri. Tijdens de grote oorlog strijdt Olieslagers 4 jaar continu aan het front. Ondanks zijn conflicten met de hogere militairen dragen de manschappen hem op handen. In de oorlogsjaren wordt Olieslagers ook een goede persoonlijke vriend van koning Albert en koningin Elisabeth. Voor Jan was koning Albert, dat was zijn koning. Hij had een blinde verering voor die koning. Maar ik denk dat het omgekeerd ook waar was. En de koning heeft hem herhaaldelijk tijdens de oorlog ontmoet, is hem komen opzoeken in het hospitaal wanneer hij gekwetst was samen met de koningin en zo meer. En heeft op talrijke manieren blijk gegeven van zijn hoge waardering voor Jan Olieslagers. Kort na de oorlog werd Willy Coppens als ridder geslagen en heeft het koninklijk huis gevraagd aan mijn vader. Ze wilden dat ook doen voor hem. En dan heeft hem geantwoord dat hem zeer geëerd was, maar dat hem als volksjongen geboren was en als volksjongen zou sterven. Aan het einde van de Eerste Wereldoorlog is de glorieperiode van de luchtvaartpioniers definitief voorbij. Voor Olieslagers behoren de meetings en de luchtacrobatieën voorgoed tot het verleden.
Maar zijn liefde voor techniek is niet verdwenen. Hij neemt opnieuw contact op met Sylvain de Jong en opent een Minerva-garage. Jan is een garage begonnen in de Lamorinière-straat in Antwerpen. Het was een garage, maar ook een stallingplaats voor Minerva-auto's. Nu, Jan heeft altijd goede contacten gehad en onderhouden met Minerva. Minerva was ondertussen op haar beurt geëvolueerd van een rijwielen- en motorfietsenfabriek naar een autofabriek. Die auto's bouwden waarvan je kan zeggen dat het de Belgische Rolls-Royce was. Vermits dat die wagens niet goedkoop waren, om niet te zeggen duur, bestond het cliënteel van Jan uit de meer begoede burgers van Antwerpen, de mensen uit de kringen waar hij voor de oorlog zich al onder begeven had, naar aanleiding van zijn overwinningen en van zijn wereldrecord. Nog één keer zet Jan zich in voor zijn oude liefde. Hij is ervan overtuigd dat Antwerpen, net zoals andere grote steden, een echte luchthaven nodig heeft. Olieslagers wordt een van de drijvende krachten achter de oprichting van de luchthaven in Deurne. Maar Jan wil meer dan alleen maar een luchthaven. Dan heeft hij in 1927, naar het voorbeeld van vele vliegclubs overal in grote steden in de wereld, is hij ook overgegaan tot de stichting van een vliegclub. Omdat hij vond, nietwaar, dat dat de beste aanloop was. Hij zag veel in carrières in de luchtvaart en hij zag een grote toekomst tegemoet voor de luchtvaart. Maar hij vond dat dat best kon gebeuren via vliegclubs en dat die mensen op hun beurt, nietwaar, de ideeën dan lanceerden. 10 jaar lang heeft Olieslagers het luchtruim overheerst. Op zijn 44ste vliegt hij zelf nog maar zelden. Hij heeft zich teruggetrokken uit het openbare leven en besteedt nu het grootste deel van zijn tijd aan vrouw en dochter. In 1920 is hij getrouwd met Antoinette Lévy. In de jaren 20 vloog ik heel graag met mijn vader. Als hij vloog, had hij het gevoel van vrij te zijn. Alleen in de lucht. En dat deed hem, dat gaf hem zo, ja, een gevoel van, moet ik zeggen, van koning over alles te zijn. Zo, ik kan dat zo nu uitleggen. Want hij kan dat zelf ook zo niet uitleggen. Dat was zo'n heel speciaal gevoel. De Antwerpse duivel is eindelijk tot rust gekomen. Als hij nog vliegt, doet hij dat met en voor zijn gezin. Marie-Thomas Olieslagers koestert de herinneringen aan die vluchten voor altijd. We waren aan de zee en ik had mijn pop vergeten. En mijn vader had gezegd, ah, dat is niks. Ik zal ze wel brengen. Als ik passeer. Ik denk, ja, als ik passeer, wat zou dat zijn? En ja, in de week vloog hij, dat was rond 7 uur 's avonds. De plaats was leeg en we zagen hem komen en er viel een pak beneden. Ja, en dat was mijn pop. En, maar mijn pop had geen ogen meer. En haar stond, haar peruk stond helemaal scheef. Ik heb ze zo zonder ogen bespaard. Nog één keer verschijnt Olieslagers in het openbaar. In februari 1934 overlijdt Albert de Eerste. De dood van zijn vriend en koning heeft hem diep geraakt. Het overlijden van koning Albert de 17e februari 1934, dat was voor Jan Olieslagers werkelijk een zware slag. Hij had die koning gekend, die koning die had hem met alle eer overladen en die koning die had hem ook als vriend beschouwd. En zijn dood was voor Jan Olieslagers een zware opdoffer. En hij heeft veel moeite gehad. Het blijkt zelf dat hij geweend heeft. Hij, de man die voor niks achteruit ging, maar dat hij die dag tijdens die begrafenis geweend heeft. Na de dood van Albert de Eerste trekt Olieslagers zich volledig terug. Maar zijn passie voor het vliegwezen zal nooit verdwijnen. Af en toe wordt Jan nog opgemerkt bij luchtvaartmeetings en in vliegclubs. Jan Olieslagers
die is op een bepaald ogenblik heeft, is hij wel enigszins vervreemd geworden, heb ik de indruk, niet waar, van de rest van de luchtvaart en van de rest van het leven ook. En ik denk dat hij zich helemaal afgezonderd heeft en dat hij zijn laatste levensjaren, in alle, er waren dan oorlogsomstandigheden uiteraard, maar dat hij zijn laatste levensjaren, dat hij die doorgebracht heeft in stilte. En dat hij gedacht heeft, ik heb het allemaal gehad, ik heb het allemaal beleefd, ik heb de grootste eer gekregen die ooit maar iemand kon krijgen. Er is nooit zoveel volk bij elkaar gekomen als voor mijn explote. Ik heb het gehad, ik stop er nu mee. En ik vermoed dat dat in feite het besluit is geweest van zijn leven. Jan Olieslagers zal zijn koning amper 8 jaar overleven. Hij overlijdt op 24 maart 1942, nauwelijks 59 jaar oud. Ondanks de Duitse bezetting wordt hij met militaire eer begraven. Jan is overleden in maart 1942, midden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij is toen bijgezet geweest op het perk van de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog op het Schoonse Lof. Dat is niet met zoveel luister gebeurd als men eigenlijk wel had gewild voor een held van zijn kaliber. Maar men is daar toch in geslaagd om midden in oorlogstijd dat te doen met militaire eer en met het spelen van de Brabantsonne. Iets wat Jan zeker enorm op prijs gesteld heeft. Ik spreek er niet graag over. Die ziekte, dat blijft altijd bij me, want dat had hem niet verdiend, werkelijk niet. Ik had liever gehad, als het moest zijn, dat hem in een accident gestorven was. Ja. Dat is iets dat ik niet kan vergeten. Dat is nu al, hoe lang, 60 jaar geleden. Dat verdwijnt niet, hè. Al 60 jaar lang mist Marie Thomas haar vader elke dag. Maar op één bepaald moment heeft ze zijn afwezigheid heel sterk gevoeld. Mijn vader heb ik het meest gemist feitelijk toen de landing op de maan gebeurde. Dan zat ik hier alleen in mijn fauteuil en ik dacht, als mijn vader, als hem dat zou zien. Volgende week beginnen we met de reeks Vechten voor Rechten. Daarin vertellen we over de Holebi-beweging, over de schoolstrijd. En we starten met de historie van de allereerste vrouwenstaking in ons land. Die vond plaats in de wapenfabriek in Herstal. In 1966 verdienden vrouwen daar nog aanzienlijk minder dan hun mannelijke collega's voor precies hetzelfde werk. Arbeidsters zaten automatisch bij de laagste looncategorieën enkel en alleen omdat ze vrouw waren. Op 16 februari 1966 brak er een wilde staking uit. De hommes au sec fort plus avec à côté de nos salaires. En we hebben geen lucht, we hebben niks. We werken nog erger dan in een concentratiekamp, allez. C'est un grève sauvage. Plus que sauvage que ça, il y a pas. De staking duurde bijna 3 maanden. De protesten gingen na verloop van tijd ook leven buiten de muren van de Nationale Wapenfabriek. De FN-arbeidsters waren in zekere zin feministes avant la lettre. En hun acties werden een strijd voor gelijke rechten voor elke vrouw. Volgende week laten we de passionaria's van toen aan het woord. We tonen de chroniek van hun gedurfde protest in Wapens neer voor 5 frank meer. Heel graag tot donderdag.